Als een gerecht echt goed is, dan ziet iedereen in één oogopslag dat het van iemand is. Het moment dat ik wist dat ik kok werd, was toen ik vroeger in de afwas werkte. Ik was nog aan het studeren en ik vond het zo'n leuke, interessante sfeer dat ik eigenlijk toen heb besloten van joh, ik stop met studie en ga lekker in de keuken. Het concept van 212 is eigenlijk hoe ik en Thomas fine dining zien waar het naartoe kan gaan. De mooiste wijnen, mooiste eten, mooiste producten, maar dan op een hele relaxte manier om de keuken. Je ziet ons werken, je kan met ons praten, wij leggen de gerechten uit. Nou, dit vinden we dat het heel goed bij ons past. Voor mij is het de laatste stap van afwasser, commis, buitenland, chef de partie, sous-chef, chef. We hebben Bordeaux hele mooie dingen bereikt en dit is ja, eigenlijk de ultieme stap in de carrière. En ook om zeker te stellen dat we dit gewoon kunnen blijven doen. En op de manier waarop wij het willen doen, is dit gewoon de laatste stap. Hoe wij op ideeën komen van nieuwe gerechten, het begint sowieso altijd met een product. Vaak heb je dan een eerste idee en dan gooi je het in de groep. Dan gaan we met z'n allen gaan over praten van hoe kunnen we echt iets tofs maken. Iets unieks. Dit is echt in alle simpelheid. Het lijkt echt gewoon. Het ziet eruit als een aardpeer waar niks mee gebeurd is. En er zitten allemaal dingen in verstopt en allemaal technieken gebruikt. Ja, en dat het zo simpel lijkt en dat het dan toch eigenlijk bizar lekker is, dat is wat we altijd proberen te doen. De smaak, dat moet alle kanten op knallen gewoon. We moeten echt nog veel hoger en we kunnen nog veel hoger en we gaan nog veel hoger. En dat is wat onze drijfveer is en dat is ook gewoon wat voor mij echt de lol erin houdt. Om jezelf gewoon te blijven duwen naar beter en met z'n allen gewoon echt iets tofs neer te zetten. Ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Ik zou niet elke dag met mediocre gewoon genoeg kunnen nemen.